Het is vrijdag 2 december. En zometeen komt de pers weer vanuit hun holen zetten. Vanaf hun studio, achter de kachel vandaan. En dan gaan ze na afloop van de ministerraad even met Rutte en zijn kompanen praten. Nu zijn er opeens weer pakketjes met dierenogen afgeleverd bij Oekraïense ambassades. Ach ja, je moet toch af en toe ook nieuwe onderwerpen hebben om over te praten. En daar staan alle dienstauto's. Soms staan er wel 20 op het binnenhof. Voor de directeuren-generaal, secretarissen-generaal, staatssecretarissen. En Jesselkus en Weerwind die worden vaak met een autootje opgehaald, want die willen helemaal niet met mij praten. In verband met de corruptie bij justitie. Daar komt een fotograaf plus een cameraman. En wie schreef? Wie heeft de geschiedenisboeken veranderd van Nederland? Sjoerd Bremer volgens mij heet hij. RTL. Zand in de ogen strooien van de mensen. RTL Bertelsmann Stiftung. En daar komt Bart Vis links met zijn iPad in zijn handen. Was woordvoerder van Sander Dekker, maar nu van Kuipers. En Bart is betrokken bij mijn doofpot-dossier. Dag Bart! Hoi! Bart Vis. De woordvoerder van Ernst Kuipers. Links is een woordvoerder, althans een stafmedewerker van Weerwind en Jesselkus. Die heeft tijdens debatten een paar keer naast mij gezeten. Vertikken me. En rechts is met die blauwe jas, weet ik, dat is Charlotte. De woordvoerder van Erik van den Brug, de COA-man. De staatssecretaris van Mensenhandel. Waar zijn de duizenden asielkinderen gebleven, staatssecretaris Erik van den Brug? Nou, daar komen alle dienstauto's van de verschillende departementen. Om hun bazen naar het departement terug te brengen. Daar gaat de oud-collega van Thomas van Groningen, een meid van BNR. En dat is van de eigenaar van Boskalis, Martijn van der Vorm. Dus zij is een werknemer van Martijn van der Vorm. De man die niet gezien wil worden. De burgerauto had een sirene. Deze politieman kwam even kijken of zijn alarm niet afging. Maar het was een burgerauto die een sirene gebruikte.
En dat is natuurlijk het gebouw waar vroeger Seyss Inquart zat in de Tweede Wereldoorlog. En daar in de verte komt de minister Harbers. Die moest als staatssecretaris van Justitie aftreden omdat hij onjuiste cijfers had afgeleverd voor criminele asielzoekers. Van moord en verkrachting. Dus dat kan alleen in Nederland. Dan krijg je promotie. Je moest aftreden als staatssecretaris. Dan ben je vervolgens Kamerlid. En dan krijg je daarna gewoon promotie tot minister. Bizar toch? Dus maakt niet uit of je faalt. Dat is net zoals met rechters. Of ze nou bij mij ontlastend materiaal van tafel vegen. Ze worden niet gestraft. Ze mogen blijven zitten. Tot hun hele... Ze zijn onschendbaar. Rechter Prenger ook, die heeft mij 2 keer in de cel gezet op basis van valse aangiftes. Rechter Prenger uit Breda. Het hele binnenhof staat er vol met dienstauto's. En ik lees net dat op de schutting... Volgens mij is het de oud-woordvoerder van Opstelten. Het is de oud-woordvoerder van Opstelten, toch? Ja, toch? Goedemiddag. Hoi. Waar werk je nu? Financiën. Bij? Financiën. Oké, okay. Job, toch? Yes. Hoi. Hoi. Hallo. Ik ben heel op de hoogte dat u een contactverbod heeft. Ik houd afstand. Ja, precies. 50 meter. Ja. Dit is geen 50 meter. Dus als u in ieder geval... Wat is geen 50 meter? Dit is, als wij hier langs rijden, dan bent u binnen 50 meter van u. Maar ik weet... ik heb hier de voorgaande keren gewoon ook gezeten. Ja, precies. Dat snap ik. Maar en ook jullie collega's hebben dat gewoon toegestaan? Ja, klopt. Maar in uw contactverbod staat dat u binnen 50 meter niet van bepaalde personen mag komen. Ja, ik ben trouwens in hoger beroep trouwens, hè? Oké, okay, nou, dat is mooi. Als hoger beroep is uitgesproken, blijft het verbod geldig. Ja. Maar, oké, okay, ik wil niet lastig doen, maar... Nee, maar bedoel, jullie zeggen dat als hij in de auto zit, dat is helemaal wat eigenlijk. Dat is voor mij moeilijk te zien. Ja, dat klopt, maar dat is wel binnen 50 meter. Kunnen jullie zeggen dan wanneer wie dan ook in die auto gaat zitten of zoiets? Dat kunnen jullie doen. Maar, ik probeer jou te waarschuwen, hè, want als het gebeurt dat het binnen 50 meter is, ja? Ja, dan overtreedt u een contactverbod. Ja, maar ik zeg, er is sprake van fraude, jongens, in mijn dossier. Ja, oké, okay, maar daar gaan we het even niet over. Nee, maar niemand gaat op de inhoud in. Dat is waar ik mee te maken heb. Ik ben hier. Ja. Langs deze persoon, dan bent u binnen 50 meter. Nee, maar ik weet, niemand, het zijn geblindeerde ramen. Ik kan niet zien wie erin zit. Wacht, hier, wacht, deze man moet ik hebben. U staat hier toch met de reden? Ja, met voor meneer Weerwind. Wacht even, Ik ga niet wachten. Bij deze gewoon de waarschuwing. Ja, ik hoor je. Meneer Weerwind. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u misschien even tijd voor mij? Wat wilt u van mij weten? Goedemiddag. U neemt het op? Ja. En u neemt het op voor wie? Voor mezelf, omdat u kamervragen over mij heeft beantwoord. Heb ik kamervragen over beantwoord? Ja, van Wieberen van Haga. Ik stel dat gewoon voor... Ik ben Huig Plug, uit Katwijk aan Zee. Zeker. En meneer Plug? Ja. Ik adviseer u dan gewoon, maak eens een afspraak op het departement. Ja. Vakmensen. Maken wij kennis. En dan sta ik u te woord. Laten we het alsjeblieft doen. Mijn functionarissen. Dank u. Ja. Eerst wil ik weten waar het over gaat, wat het dossier is, wat er speelt. Het Scheveningse Gevangenisziekenhuis. En u heeft vragen over mij beantwoord. Misschien weet u dat niet eens, maar ik vind het fijn dat u stilstaat. Want dan, daarom ben ik eigenlijk altijd in Den Haag geweest. En ik heb onschuldig. Ik heb in de gevangenis gezeten op basis van onjuiste gegevens. Ik ga niet op de inhoud in. Casus nu in. Ja. Zeker niet. Ik ga u ook niet beloven dat u volgende week bij mij zit. Ga ik ook niet doen. Nee. Wel ga ik u vragen om contact op te nemen met het departement. Dank u wel. Ja. Fijn weekend. En nou ja, heel... Nou. Dat is Frank Weerwind. Ook lid van Minerva. Hij stond me toch even te woord. Maar ja, ik moest het gesprek van de politie even afbreken. Want
ja, degene voor wie ik kwam, die liep op me af. Nou, excuses, agenten met wie ik even in gesprek was. Sommigen kennen mij al jarenlang van het Binnenhof. En ik werk ook voor jullie, want jullie worden ontslagen als jullie valse processen verbaal opmaken of fouten maken in een e-mail, dan liggen jullie eruit. En ik ben hier alleen maar om de fraude bij justitie aan te kaarten. En bij algemene zaken van premier Rutte. Niet vergeten. Daar komt mevrouw van Gennep. Is zij familie van de schaatser? Daar komt Bart Vis. En hij neemt altijd de gesprek op als de pers met Kuipers praat. Want stel je eens voor dat zijn minister geframed wordt. Het is wat. Bart gaat snel even bellen. Ook een befaamde truc. Dag Bart. Nou heeft de politie weer verzonnen. Als er iemand, ze zitten in geblindeerde auto's, maar mocht Hugo de Jong of Rutte erin zitten, dan ben ik ook de lul. Maar ja, wie zegt nou wie waarin zit? Ze verzinnen van alles. Je moet ze gewoon niet geloven. Ze moeten de regering renoveren. De Great Reset in het kabinet. Dit beeld van de VVD-oprichters, nou ja, dat zeg ik maar als een gebbetje. Dit beeld is verplaatst van het stadhuis van Den Haag naar het Spui, de Spuimarkt. En het zijn kontneukende skeletten. En iedereen vindt dat heel normaal. Gezellig, op de markt. Het is de regering die je in je reet naait. De regering die naait je in je reet. En iedereen laat het gebeuren. Weet je nog, ze waren op 15 januari 2021 afgetreden, Rutte 3. Vanwege de toeslagenaffaire en al die verdwenen kinderen. Nou, er zijn alleen maar meer kinderen verdwenen. En ze hebben niks opgelost. Ze hebben ons over de rand van de afgrond geduwd. Hier vindt er een fotoshoot plaats bij het hoofdkantoor van justitie. Van waarschijnlijk een ambtenaar. Nou, misschien moet je wat nagellak op doen en wat lippenstift. Ja, wat rouge. En dat gebeurt hier allemaal gewoon op de turfmarkt. Is dit een rising star?
En nu een flikvlak. Maak een flikvlak. Ja, ik ben natuurlijk niet voor mijn lol in Den Haag en ik heb Weerwind aangesproken op de antwoorden die hij heeft gegeven. Geeft antwoorden, minister Weerwind, op Kamervragen van Wiebren van Haga. Nou, en dan druk je erop en dan zie je toch echt een hele rits met vragen die Wiebren op 2 augustus heeft gesteld. En op 6 september zijn ze beantwoord. Maar wat ook apart is, Weerwind heeft eerst uitstel gevraagd op 23 augustus om te antwoorden. Maar er staat ook nog directie-eigenaarsadvisering 19 augustus 2022. Ja, dat vind ik weer bijzonder. En ja, waarschijnlijk weet Frank Weerwind niet eens dat hij deze vraag heeft beantwoord. Want dat doet een leger van juristen voor hem. Die moeten altijd een uitweg vinden van ja, zij moeten de minister beschermen. En ja, Huigje Pleug, dat ben ik zelf toevallig. Maar kijk, hier staat bijvoorbeeld, bent u bekend met het feit dat Huigje Pleug de beide publicaties van hoofdinspecteur directeur Faber en inspecteur-generaal Corvinus betwist? Ja, dat is mij bekend. En dat weet Frank Weerwind. Maar Faber en inspecteur-generaal Corvinus die hebben op 19 april 2021 een valse aangifte tegen mij ingediend. Een pakket met 6 namen tegen mij. Maar mijn collega's die hebben in de rechtbank op 12 mei 2022 verklaard. Die hebben ontlastend voor mij verklaard en belastend voor Corvinus, Faber en Frank Weerwind. En hier is een mooie vraag en een antwoord. Hij geeft antwoord op de vraag van Haga of de integriteitscommissie klachten heeft ontvangen. En dan zegt Weerwind, er is sprake van een melder A en melder B. Nou, ik zal jullie even... Spoiler alert, melder B, dat ben ik. Maar melder A, ja, dat was mijn getuige in de rechtbank. En die werkt nog in een gevangenisziekenhuis. En dat is best wel explosief. En die melder, dat is een verpleegkundige. En ja, tijdens de rechtszaak is er verklaard over het onderzoek naar de dood van patiënt B. En dat liep nog, dat is een doofpotonderzoek in het gevangenisziekenhuis. En daar heeft Weerwind nooit over gesproken. Want ja, Weerwind weet helemaal niet dat dat gebeurd is. Maar ja, misschien komt hij dat binnenkort wel weer te weten. Dit is de Centrale Raad. De Centrale Raad heeft mij in het gelijk gesteld. En ja, Jessel Gus is ook bij dit dossier betrokken. Bent u bekend? Ja, bent u bekend met het feit dat Huigje Pleug zegt dat het merendeel van zijn meldingenmateriaal niet door de inspectie Justitie en Veiligheid is behandeld en dat hij en zijn collega's 14 artsen, verpleegkundigen en PIW'ers zich niet serieus genomen voelen en spreken over een doofpot op het hoogste niveau. En die doofpot, die is echt. En de pers wil er niet over schrijven. Dat is een grote schande. Kijk, waar de twee agenten op doelden, was het 50 meter contactverbod met Rutte en die jongen. Nou, hun zeggen dan, ja, dat geldt ook voor een auto, een geblindeerde auto. Ja, nou, ik vind dat bespottelijk. En ik zeg, ik ben een hoger beroep. Ja, maar dan geldt het ook nu nog. Maar het OM frustreert de rechtsgang. Eerst wilden ze het hoger beroep versneld behandelen. In januari kreeg ik dat al te horen, 1 maand na mijn vrijlating. Toen is het op 25 februari de geplande datum niet doorgegaan. Daar hadden ze me niet eens over ingelicht. Ik heb er wel documentatie van. En uiteindelijk stond het op de rol voor 24 november 2022. 1 jaar na mijn veroordeling. Nou, in al die tijd gold dat 50 meter contactverbod. Dus ik heb hoger beroep aangevraagd. En dat is 2 keer uitgesteld door het OM. Vorige keer, zelfs 3 dagen voor de zitting van een gerechtshof. En toen zei het OM, we hebben meer tijd nodig. Maar eerst wilden ze het versneld. Omdat de politici in gevaar zijn. Maar ik zeg, ja, hou eens even. Op 20 april 2021 heeft Mark Rutte een klokkenluidersbrief van mij ontvangen. En de inspectie van Hugo de Jonge, toentertijd VWS, die heeft gefraudeerd met een rapport. En dan kunnen ik en mijn getuigen kunnen dat aantonen. Sterker nog, we hebben erover verklaard op 12 mei 2022 in de rechtbank van Utrecht. Ja, politie, ik blijf het beweren en het is ook zo. Ik ben ook voor de politiediensten in de weer en voor de DKDP en voor ook particuliere beveiliging. Het gaat erom de onderlaag die wordt gefraudeerd of die wordt ontslagen als ze frauderen.
Maar de bovenlaag die deze wetten verzinnen en regeltjes verzinnen, ja, die zijn altijd onschendbaar. En ik vind dat niet kunnen. Ik heb Rutte gewaarschuwd middels een klokkenluidersbrief. En hij weet wie ik ben. En Hugo de Jonge weet ook wie ik ben. En ze weten allemaal wie ik ben. Maar ik ben niet op de aarde gekomen om bekend te worden. Nee, ik heb dit moeten aankaarten. En daarom ben ik in Den Haag. Ik kom er niet voor mijn lol, want ik vind er niks van. Ik loop liever gewoon op het strand van Katwijk aan Zee. Niet vergeten. Nou, ik geef jullie een inkijkje. Dit is de almanak van Minerva 1988. En ja, waarom? Dat is trouwens de koning in zijn studentenhuis Rapenburg 116. Maar ik ben met name, ik wil jullie even laten zien. De koning die staat in het boek als Alex Oranje, Rapenburg 116. En hier is hij, de koning. En die begon, die werd lid van Minerva in 1987. En hier, de meneer die ik vanmiddag heb gesproken, weet hij nou? Frankie Weerwind, de oude burgemeester. Waar is hij nou? Weerwind. Hier dan. Frank Weerwind, met een K, hè? Hij heeft zijn naam interessanter gemaakt. Dit is Frank. Nu Frank met een C. En Frank begon even als de koning in 1987. Interessant, toch? Ik vind van wel. Zojuist zag ik dus even Job van der Zanden, oud woordvoerder van Ivo Opstelten. Toen Ivo moest aftreden in verband met de Teven-deal. Dat echt. En ik heb me gek gelachen vaak. En Job die moest dan Ivo begeleiden. Ook nog met dat power gebeuren. Maar hij is nou, moet je kijken, retweet, Aukje de Vries. Het is een enerverende tijd voor de douane. Zo bestrijden ze drugsmokkel en handhaven ze op de in- en uitvoer van nepproducten en op de sancties tegen Rusland en Belarus. Oké, excuses. Maar zo bestrijden ze de drugsmokkel. Maar toen hij woordvoerder was van Opstelten, toen was Teven staatssecretaris. En Teven, die was gewoon betrokken bij drugsmokkel van het IRT gebeuren. Teven keek de andere kant op toen met het IRT-tijdperk. Bijzonder, hè? Ik vind van wel. En Financiën weet ook dat er een dubbele boekhouding is bij justitie. Maar niet alleen bij justitie, ook bij andere departementen. Nou, dat wilde ik gewoon even kwijt, joh. Niemand die ernaar luistert. Want die bananenrepubliek draait gewoon door. Dit nog even het cv van Job van der Zanden. Ik wist niet eens dat hij 3 jaar lang communicatie is geweest bij Eenheid Den Haag. Anders had ik hem daarover bevraagd. Want ik heb onschuldig in de gevangenis gezeten op basis van valse aangiftes. En wat je heel vaak ziet, woordvoerders zitten eerst bij kranten of parlementair journalisten. Nikia van Kester is ooit ook zo begonnen bij de Leidse Courant. En ja, waar is hij geëindigd? Hij is zeg maar een soort controleur van de koning. En hij was algemeen directeur van VNO-NCW. En nu is hij nog senator, maar hij heeft heel veel pet op. Ga hem maar eens even bekijken. Nikjan, fijn weekend. En daar zie je woordvoerder Job van der Zanden naast de toenmalige minister van Justitie Opstelten. Vlak daarna moest hij aftreden vanwege de Teven-deal. En Job van der Zanden die heeft zijn media berichten of foto's en filmpjes verwijderd voor 2014. Want ik was met name top 5 bewindslieden. Vlak daarna moesten ze weg op 9 maart 2015. Kijk, dat is de kranten. Hun zeiden over Teven Opstelten dat het crimefighters waren, maar het waren crimehiders. Alleen de pers maakt er een crimefighter van. Nou, dit is een van de laatste foto's die Job van zijn oude. Hij moest gewoon een seniele man moest hij begeleiden. Dat is echt een klote. Maar een seniele man, Opstelten. Een stilte van 5 seconden is al fataal. En zeggen helemaal.